Fijn dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. Er staat weer een bonte verzameling onderwerpen voor u klaar. Ik wens u veel kijkplezier. Nu de opening van een unieke winkel, een nieuw concept, duurzaam en sociaal. Upcycle Store Sterk. Er worden duurzame producten verkocht die gemaakt zijn uit gerecyclede materialen. Een hoogst aantrekkelijke ontwikkeling. Zo wordt de kringloopwinkel een nieuw leven ingeblazen. Kijkt u maar. We zijn in een bijzondere winkel met de naam Sterk. Wat is dit precies voor een winkel? Deze winkel die beduurt voort op het concept duurzaamheid. Tweedehands kleding nog een kans te geven. De meubels die bij ons terechtkomen een nieuwe look te geven. De meubels worden niet gerecycled, maar geupcycled. Dus ze komen weer mooier terug bij de mensen in een andere vorm. En dan heb ik ook een nieuwe functie met heel veel plezier. Ja, ik wil iedereen hartelijk welkom heten op deze feestelijke opening van onze winkel. En vooral ook wethouder Kapteins, die erg op korte termijn bereid was om deze winkel te gaan openen. Nou, daar zijn we heel erg blij mee. Het is voor mij een enorm voorrecht om samen met Margriet deze winkel te mogen openen. Want dit is een winkel waar heel veel dingen samenkomen die ik vanuit mijn politieke rol belangrijk vind, maar ook als persoon belangrijk vind. Duurzaam en sociaal. Dat zijn twee dingen die heel erg veel met elkaar te maken hebben en die ook het een kan ook niet zonder het ander. En dat laat deze winkel zien en dat laat de organisatie Schudden van de Kolk al bijna 100 jaar zien. En ik heb gezien, jullie hebben ook een soort van kledingwinkel, maar dan anders als normaal. Ja, deze kleding is wat betere tweedehands kleding. Ondanks dat de coronamaatregelen gestopt zijn, is corona toch nog wel in staat om soms het programma in de war te sturen. Maar vandaar dat we heel blij zijn dat de wethouder op korte termijn toch niet kon komen. Maar soms zorgt corona ook wel voor versnelling van processen. Want als we geen lockdown hadden gehad in december, hadden we het misschien nog niet eens deze winkel kunnen openen. Want we waren al een tijdje aan het nadenken van, hoe gaat het hier in de winkel in de Piet Heinstraat? We moesten eigenlijk onderhoud plegen. We vroegen ons af of het assortiment hier nog wel past in deze wijk. De duurzaam kant, dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen aan jullie, dat we veel zuiniger moeten omgaan met onze materialen, met onze grondstoffen. Dat we veel bewuster moeten zijn met de spullen die we gebruiken. Nou, daar kunnen dit soort conceptstores kunnen daar enorm aan bijdragen. Maar toen er een lockdown kwam, toen dachten we, de winkel gaat dicht en we gaan nu meteen maar beginnen met de verbouwing. Want dan kunnen we die tijd ook heel erg nuttig gebruiken. Want ondertussen hadden we dus op onze hout- en meubelafdeling heel veel vakmensen die ontzettend mooie meubels maakten van meubels die eigenlijk niet meer te verkopen waren in onze andere winkels. En de kleding die niet gebruikt kan worden, die geven we ook een tweede kans door hier in het werkateliertje ook leuke spullen te maken met de textiel die overblijft. Ja, dat zijn zeg maar die tassen die ik heb zien staan. De tassen die gemaakt worden, we willen allerlei dingen gaan maken, ook dromenvangers bijvoorbeeld. Dat moet allemaal een creatieve vorm krijgen, maar dat het zo min mogelijk verspild wordt. En bijvoorbeeld de hoeveelheid textiel die wij jaarlijks weggooien in onze stad, dat is enorm. En door die kledingstukken wat op te frissen en een tweede leven te geven, daarmee zorgen we ervoor dat
de hoeveelheid materialen die nodig is om de kleding te maken, hè, de katoen bijvoorbeeld, dat echt minder kan. Dus we dachten ook, ja, die winkels, die spullen moeten echt een hele mooie plek krijgen. Dus vandaar dat we hebben gekozen voor een upcycle store. Nou, toen we dat besluit hadden genomen in december, toen hebben we heel snel een werkgroep geformeerd die met elkaar aan de slag ging. We hebben plannen gemaakt voor de verbouwing. We hebben een nieuwe naam bedacht, de naam inderdaad Sterk. We hebben ook nog daarvoor een peiling gehouden op Facebook en deze naam kwam er echt als Sterkste uit naar voren. En Sterk staat natuurlijk voor een sterk merk, maar de letters S en K, dat zijn ook de letters die horen bij Schreuder van der Kolk. Dus vandaar vonden we dat ook gewoon een hele passende naam voor dit nieuwe concept. Maar ook die sociale kant, ik ben wethouder sociale zaken, daar ben ik ook heel trots op bijna dat we dit samen met Schreuder van der Kolk kunnen doen als gemeente Den Haag. We hebben daarna heel veel mensen die een uitkering krijgen, die tijdelijk niet meedoen in de Haagse samenleving. En dankzij bedrijven als Schreuder van der Kolk kunnen we deze mensen een opstapje bieden naar weer aan het werk. En vandaag is het zover dat we de winkel officieel gaan openen. En we zijn ook heel erg trots op hoe het nu geworden is. En deze omschakeling die we hebben gemaakt, die past ook wel bij Schreuder. Want Schreuder bestaat in mei van dit jaar 99 jaar. En we hebben ons eigenlijk al die jaren aangepast aan de tijdgeest en ook aan de omstandigheden waar we mee te maken krijgen. En ik denk dat dat ook wel onze kracht is, dat we dat steeds zo hebben kunnen doen. Kortom, iets wat al een tweede leven heb gehad, krijg je eigenlijk nog een betere leven. We gaan door tot het einde. En iedereen die creatieve intenties heeft, die kan zijn kans hier pakken. Dus we hopen dat er meer mensen deze kant op komen. Vrijwilligers, cliënten. En die doelstelling, activiteiten bieden en mensen ondersteunen bij de ontwikkeling, dat doen we nog steeds. En daarom hebben we denk ik ook al 99 jaar volgehouden. En pas in 1994, toen zijn we begonnen met de eerste kringloopwinkel. Dat was de parade. En die had twee doelstellingen. Dat was bijdragen aan het duurzaam milieu. En ook inderdaad extra werkervaringsplekken bieden van mensen met afstand tot de samenleving. Wat u hier ziet, deze prachtige winkel, die is opgeknapt door allerlei mensen die bij ons of deelnemer zijn of medewerker. En ik vind het echt een fantastisch resultaat. En ik wil ook iedereen daar heel hartelijk voor bedanken. Nou, hier staat een hele trotse wethouder. Ik vind het ook een hele mooie winkel. Want duurzaam mag ook best mooi en trendy zijn. Dat het heel goed kan, dat laten de spullen hier denk ik zien. En het kan bijna niet anders dat dit een groot succes gaat worden. Mensen van de reclassering natuurlijk ook, waar we mee werken, graag mee werken. Zodat iedereen zijn ding kan doen. En dat is leuk voor de winkel. En zo geven we de hele kringloopgebeuren weer een tweede kans. En blazen we nieuw leven in. Nou, als je goed bent. U kunt ook meewerken aan dit Stadsjournaal voor Den Haag en omstreken. Hoe? Door uw eigen bijdragen aan te leveren. We zijn op zoek naar activiteiten, groot of klein, die in de stad wel wat aandacht kunnen gebruiken. Mail ons die informatie en wij nemen dan contact met u op. Wij zijn Arnoud Zwart en Catharine van Egmond. We hebben twee zonen, Boas en David. We willen minder auto's op straat in de vruchtenbuurt. Vorig jaar konden we meedoen met de uitprobeerfase van deelauto. We hadden op dat moment nog een 16 jaar oude Golf. Maar ja, we dachten van, hoe lang gaat deze nog mee? We gebruikten onze auto niet vaak. Alleen maar uitjes of familiebezoeken. We dachten, we gaan de deelauto proberen. We moesten een programmaatje invullen waarin onze kosten werden berekend.
En na een proefperiode hebben we dat uitgeprobeerd en kwamen we uit op ongeveer 140 euro per maand. Je betaalt een bedrag per kilometer en per uur. En als je meer rijdt of minder rijdt dan wat je hebt voorgeschoten, dan wordt dat verrekend. Ja. Reserveert de auto via de app. Vervolgens open je ook de auto via de app. We hebben een laadpaal gekregen van de gemeente. Dan koppel je vervolgens de auto met een kabel aan de laadpaal. En nou, dan druk je op sluiten. En dan wordt die vervolgens opgeladen voor de volgende gebruiker. Nou, de meeste uitjes die plan je wat langer van tevoren. En dat lukt eigenlijk altijd. Verjaardagen natuurlijk weet je ook eigenlijk wel van tevoren. Maar als je dan ineens denkt van hey, ik zou straks daarheen willen, dan tot mijn verrassing staat er eigenlijk altijd wel een auto. En zo niet, dan hebben we nog een backup plan. Nou, dan hebben we een mogelijkheid om via MyWheels een auto te reserveren. De kosten kan je declareren via onze deelautocoöperatie. Dus er is eigenlijk altijd heb je wel een mogelijkheid om een auto te regelen. Ook als er geen auto van de deelauto beschikbaar is. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer ruimte we kunnen maken voor een mooi leven in de drukke stadsbuurten. Wil je meedoen? Dat kan via onderstaande link. We hebben gedacht aan ouderen, jongeren, veiligheid, wonen en de sociale omgeving zeg maar, van de mensen. Ja, het toekomstbeeld is tot stand gekomen eigenlijk door overleg met de wijken. En de wijken worden weer gevoed door hun bewoners. En dat hebben wij opgehaald in diverse overleggen. En uiteindelijk hebben we daar dan de 6 thema's uitgekozen die het meest zeg maar, spelen. Loosduinen vergrijst of verzilverd, zoals je dat zo mooi kan noemen. En dat betekent dat er veel aandacht aan moet worden besteed. Zeker nu men ook landelijk vindt. En dat straalt af natuurlijk naar lokaal, dat ouderen langer thuis moeten wonen. Dan zal je daar ook faciliteiten voor moeten organiseren en ruimte voor moeten bieden. Nou, de grote uitdaging is om inderdaad alles wat je aan informatie krijgt, om dat samen te vatten in, en dat is ons wel gelukt, in 6 thema's. De focus kan je wel verspreiden over 10 of 12 thema's, maar dat werkt ook niet. Het is vandaar dat we tot 6 thema's zijn gekomen. Mijn rol is als voorzitter van de commissie Loosduinen om met de wijken in gesprek te gaan. De wijken vertegenwoordigen de buurtbewoners, de buurten, maar wij zelf gaan ook op pad. En de buurtbewoners kunnen ook via de wijk ons bereiken. We hebben daar een spreekuur voor, we hebben daar vergaderingen voor die openbaar zijn, dus iedereen is welkom. En dan pak je als het ware de ideeën die leven of de problemen die er zijn, die pak je op en die probeer je te verwoorden. Het zei dat het heel lokaal is en daar bedoel ik mee dat het in de wijk hoort en dat de wijk het kan oplossen of dat het wijkoverstijgend is en dan bemoeit de commissie Loosduinen zich. Thank you.
altijd al iets willen doen bij een lokale tv-omroep? Hier is je kans. Ben je minimaal 30 jaar, dan kun je als camerapersoon op pad gaan om reportages te maken. Lijkt het je wat? Neem contact met ons op. In Kunstmuseum Den Haag is tot 3 juli aanstaande geliefd werk te zien van Alfons Mucha. Hij werd beroemd door affiches en illustraties en ontwerpen voor toegepaste kunst. Zijn werk is nauw verbonden met de Art Nouveau. Maar ik herinner me goed de herontdekking van Mucha's werk in de jaren 60. Te zien in ontwerpen van platenhoezen en concertposters van de Rolling Stones en Pink Floyd. Vanaf 5 februari laten wij in Kunstmuseum Den Haag een tentoonstelling zien die over het werk van Alfons Mucha gaat. En heel specifiek over het werk dat hij in Parijs maakt. Het meest bekende en meest populaire werk van de kunstenaar. Omdat zijn werk overal op straat te bewonderen is. Het organiseren van een tentoonstelling over Alfons Mucha, wat je nu een Tsjechische kunstenaar zou noemen, die na zijn opleiding naar de academie naar Parijs ging en daar eigenlijk aankwam, je zou kunnen zeggen, de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment. In Parijs, waar hij toen kwam hij in een stad die totaal was vernieuwd de paar jaren daarvoor. Het oude middeleeuwse Parijs was schoongeveegd, letterlijk en figuurlijk. En we hebben een mooi klein schilderijtje hier in het museum van Jonkind, Nederlandse kunstenaar die in Parijs schildert hoe de oude stad wordt afgebroken. En we hebben nog een heel mooi stadsgezicht van Parijs dat ook op de Mucha tentoonstelling hangt van Claude Monet, een grote impressionist, waarin hij schildert wat het nieuwe Parijs was geworden. Een stad met grote, brede boulevards, waar de mensen konden flaneren, waar het buitenleven een verlenging was van de woonkamer binnen. Mucha komt daar en tegelijkertijd is dat het moment dat de Art Nouveau zich als stroming, als stijl ontwikkelt. En die hele sierlijke beweging met veel motieven uit de plantenwereld, uit de dierenwereld, vaak asymmetrisch, vloeiende lijnen, in zijn geval ook nog een keer hele mooie lichte pastelkleuren. En met name het haar van bijvoorbeeld de vrouwen, dat wordt gebruikt om dat zo heel lang te laten zwieren over het beeldvlak. Dat oogt voor ons nu misschien realistisch, maar dat was het destijds absoluut niet. Hè? Want volwassen vrouwen die op straat gingen, die hadden hun haar niet zo los. Die hadden hun haar bedekt of die hadden het opgebonden. Dus dat zwierige van Art Nouveau, dat gebruikt Mucha om eigenlijk een beeld te creëren dat je nou misschien in de slaapkamer kon aantreffen, maar zeker niet op de boulevards in Parijs. En dat is misschien aardig om te herinneren als u nu zometeen door de tentoonstelling loopt, dat hij dus toch ook echt een ideaalbeeld creëert of een fantasiebeeld of een droomwereld. En dat past heel erg bij die Art Nouveau. Alfons Mucha, dat is synoniem gaan staan met de Art Nouveau, de stijl van sierlijke lijnen, van zwierige, kronkelende vormen en natuurlijk van hele elegante, sensuele vrouwen in het midden van de compositie. Want dat is niet alleen een sierlijke stijl, het is ook een stijl die heel erg wordt ingezet, wat je nu zou kunnen zeggen, voor de commercie, oftewel voor de nieuwe welvaart. De economische opbloei van Parijs en van Europa, dat weerspiegelde zich in allerlei producten die op de markt kwamen. De grote warenhuizen die open gingen en waar de gewone en de goede burgerij ook naartoe kon. Dus ineens ontstaat er een veel grotere welvaartstandaard onder een veel groter deel van de bevolking. Wij laten in de tentoonstelling zien dat Alfons Mucha heel erg goed weet waar hij mee bezig is. Dat hij een formule voor schoonheid ontwikkelt, waarin hij zijn Slavische achtergrond heel mooi weet te verweven. En waardoor hij enorme successen in Parijs weet te boeken. Thijs heeft een invalshoek gekozen die denk ik heel goed past bij dit museum, maar ook bij die periode. Hij laat zien hoe zo'n kunstenaar van de vreemden in Parijs aankomt en eigenlijk
zoals je dat zou kunnen zeggen, als een donderslag bij heldere hemel beroemd wordt. Dus hij gaat voor de beroemde actrice Sara Benaar een affiche maken. En dat wordt eigenlijk standtepede wereldberoemd in Parijs. Ik zeg al affiche, dat was een aankondiging van haar nieuwe toneelstuk. Dat werd letterlijk geroofd van de straten. Dus die affiches van Mouga die werden zo geliefd dat ze meteen ook een verzamelobject werden. We hebben een heel bijzonder verhaal in handen. We hebben een hele bijzondere samenwerkingspartner, de Mouga Foundation. Zoals Benno al zei, de grootste collectie van Mouga wereldwijd. Hele mooie bruiklenen van onder andere het Nederlands Steendrukmuseum en particuliere verzamelaars. Dus een heel bijzonder project om aan te mogen werken. En speciaal voor het kunstmuseum hebben wij ook met onze conservatoren, dus naast Thijs met Jan de Bruin, onder andere conservator van de toegepaste kunst, hebben we het uitgebreid met glas uit onze collectie. Dat Art Nouveau glas dat zo heel goed samengaat met die kunstvoorwerpen van Alfons Mouga. En daarmee ook onderstrepen hoezeer die stijl, net zoals later de stijl van Mondriaan en Theo van Loesburg, hoezeer die Jugendstil, die Art Nouveau-stijl, meer was dan alleen een stijl van de beeldende kunst, maar dat die eigenlijk bedoeld was voor het hele leven. En dat laten we zien op de tentoonstelling, hoe Alfons Mouga zich ontwikkelde. En dat is denk ik uiteindelijk een hele rijke tentoonstelling met veel verschillende facetten van zijn kunst, maar wel gefocust op die Parijse periode. Er is in deze tentoonstelling een boek, Le Pater heet het, en dat is Het Onze Vader. En dat is een heel eigen project voor Alfons Mouga. Het is een spiritueel boek, het is zijn spirituele interpretatie van het christelijke gebed. En je ziet dat hij daar echt zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd. Het was zijn eigen favoriete object, hij droeg het ook altijd bij zich. Hij was er bijzonder trots op en hij zei, dit is het belangrijkste wat ik ooit heb gemaakt. Als ik dat boek zie, en een bezoeker kan het misschien ook ervaren hier op zaal, dan snap je heel goed waarom hij dat gevoel erbij heeft. Er is een speciale editie verschenen van de vertaligers met een mooie omslag. Waar ik heel blij mee ben, die uitgegeven is door Waanders, uitgever hier in Nederland. Het is een herdruk van de vertaligers die eerder in Nederland is verschenen bij een jaren geleden bij de Mouga tentoonstelling in de kunstschool in Rotterdam. Ik ben heel blij dat we deze herdruk hebben kunnen realiseren om voor het Nederlands publiek wederom een publicatie in het Nederlands te hebben. Want de vorige was in rap tempo uitverkocht. Er is gelukkig nog tijd over voor. Onderhuids adem je. Ik adem uit in vrede. Ik zat zo ingemetseld in jouw veiligheid, jij buffer tegen de sociale dienst. Ik kijk haar nu zelf in de bek en het blijkt minder dreigend. Ik kan veel meer dan ik voor mogelijk hield. Overweldigd door woorden waar jij was. Weg. Wat een ruimte ontstaat er. Je stilte is oorverdovend. Stilte als adempauze of als slotakkoord. De tijd gaat snel, we zijn er alweer doorheen, maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer op dezelfde tijd en zender. Een goede dag gewenst.